Mijn kiemgroenten doen het echt fantastisch. Maar vandaag iets helemaal anders. Ik heb het over de pareltjes uit de Andes. Ik heb het over yacon, knolkapoesin en oca du Peru. Voilà, potgrond. Dat betekent dat we gaan planten vandaag. Ik vind het echt een superperiode. Het voorjaar is echt superleuk, want we kunnen weer heel veel dingen zaaien en planten. Dus vandaag, zoals gezegd, knolletjes uit de Andes. En daaronder verstaan we ook bijvoorbeeld de zoete aardappel. Hè. Aardappelen, dat zijn eigenlijk allemaal knollen die oorspronkelijk uit de Andes komen, uit de Andesgebergte. En deze knolletjes zijn dat ook, want ik ga het hebben over de yacon, wordt ook wel appelwortel genoemd. Het is een relatief nieuwe knol, omdat ze eigenlijk nog niet zo lang bij ons wordt gekweekt. Het zijn vooral de hobbytuiniers die ermee aan de slag gaan. Maar het is een hele dankbare plant, omdat ze zo goed groeit. Ze is niet winterhard, dus daar moet je wel rekening mee houden. Op het eind van het seizoen gaan het dus de wortelen, of de knollen in dit geval, gaan rooien, zodat je ze kunt opeten, want ze hebben een soort van zoete, ja, zoet-zure smaak. Ik vind het een hele lichte smaak dat heel lekker is. Het zit zo'n beetje tussen ja, appel en meloen in. Zo. Ja, het is heel moeilijk om te omschrijven. Vooral eens zelf proberen. Dan zult u begrijpen wat ik bedoel. Dan heb ik nog de knolkapoesin. Hele leuke knol ook weer. Waarom? Omdat die zo een grillige vorm heeft. Het zijn zo precies kleine Michelin-mannetjes. Dat vind ik altijd heel tof. De smaak is ergens tussen radijs in. Het is vrij pittig. En je eet het eigenlijk best rauw. Dan is die het knapperigst en dan is die ook gewoon het lekkerst. En je ziet, deze die heeft er al zin in, want hij begint al te schieten. Dus het is echt wel tijd dat ik ze ga oppotten. Dan heb ik nog de volgende. Dit is oca du Peru. Misschien nog wel leuker, omdat die er zo ja, kleurrijk uitziet. Het zijn ook zo van die kleine Michelin-mannetjes. Zo heel geript, heel sterk geript. Ze beginnen ook al te schieten. Het is eigenlijk een plant van de klaverfamilie. Dus je zult ook zien dat de plant echt precies klaverblaadjes gaat produceren. Maar het is natuurlijk wat er in de grond zit waarvoor dat we het doen. Hè. Je kunt het rauw opeten. Je kunt ze verwerken als kleine aardappeltjes, krielaardappeltjes. Zo zijn ze eigenlijk ook wel het lekkerst. Ik ga beginnen met mijn yacon. Daar heb ik een iets grotere pot voor nodig. Want als je goed kijkt, dan lijken de broedknollen in dit geval heel goed op de wortelstokken van dahlia's. Ja, de bloem zoals we die kennen. Dus ik ga hem iets meer ruimte geven, omdat de plant ook iets groter zal worden in het begin dan bijvoorbeeld mijn knolkapoesin of oca du Peru. Dus gewoon een beetje vullen met potgrond. Dit is ook echt weer kinderspel. En nu ga ik gewoon in de pot nog een plantgat maken, zodat de wortelstokken of wortelknollen in dit geval er makkelijk in kunnen. Hè. We gaan hem ietsje dieper steken. Want je ziet hier heel mooi trouwens dat de plant al begint uit te lopen. Dus hij maakt eigenlijk alweer scheuten om, ja, om een nieuwe plant te vormen. Dus dat mag zo net boven de grond uitsteken. Want dat vormt ook weer de basis van onze plant. Zo. En dan mag je nog een beetje aanvullen met potgrond. Hè. Dat de knollen heel mooi bedekt zijn, maar zo het bovenste gedeelte nog net uitsteekt. Dat is nummer 1. Die gaan we straks ook nog water geven en een plantetiketje bijsteken. Want in geval van de yacon wijst het zichzelf een beetje uit. Maar het is maar makkelijk als je de planten kunt ja, onderscheiden van elkaar. Ik begrijp dat als beginner niet altijd even makkelijk is om dat te doen. En dan is een plantetiketje natuurlijk wel de beste oplossing. Ik heb hier nog iets kleinere potten. Dit zijn P9 potjes. Potdiameter, 9 centimeter wil dat eigenlijk zijn. En we gaan die ook weer vullen met potgrond. Mag ook mooi tot bovenaan gevuld zijn. En we gaan ook weer niet aandrukken. Ik heb dat al veel gezegd. Maar we gaan dat dus ook nu weer niet doen. Want als je nu te veel zou aandrukken, dan krijg je dus straks niet zo makkelijk de knolletjes in. Dus zoiets. Het mag gerust met een bergje op een hoopje liggen. We gaan beginnen met onze knolkapoesinen. Ik ga er, laten we zeggen, ik heb hier een grotere die al scheuten heeft. Ik heb hier twee kleinere. Die kleinere zullen ook nog gaan schieten. Want ik zie hier ook al kleine scheutjes tevoorschijn komen. Maar die mogen dus samen in het potje. Omdat ze dan uiteindelijk wel in een iets grotere omgeving zullen terechtkomen buiten in de moestuin. Hè. En in deze pot gaan we een iets grotere inkeping maken, een iets groter plantgat. Want de knol is natuurlijk in dit geval
iets groter. En je ziet, hij is echt al beginnen groeien en hij begint zelf nieuwe worteltjes te maken. Dus het is hoog tijd dat hem in de grond kan. Komt trouwens wel vaker voor, hoor. Dat je zo aan het begin van de lente, als de plant echt zin heeft om te groeien, als de tijd daar is, dan begint hij echt zo van die scheut te vormen. Hè. Dus kan geen kwaad. Die gaat gewoon de grond in, zoals de rest. Het ziet er bijzonder uit, maar hij zal ook wel groeien. Voilà. En dan is het tijd voor mijn laatste knolletjes. Dat zijn de Oca du Pérouse. Die zien er eigenlijk super gezond uit. Mocht dat gerust eens doen, hè, als je plant goed koopt. Of in dit geval knolletjes en bolletjes. Mocht dat gerust eens aan voelen. Hè. Want gezond plantgoed is altijd stevig. En dat is belangrijk. Hè. Mag ook niet ruiken, mag ook niet stinken. Want dan wil het vaak zeggen dat er rot mee gemoeid gaat. En dat willen we niet. Hè. Maar ze beginnen mooi te schieten. En ik ga ook weer net zoals bij de knolkapoesien, denk 2 kleinere knolletjes bij elkaar steken. En denk, ja, de rest mag ook gewoon in een eigen potje dan. Omdat de plant uiteindelijk toch zal groeien. En het maakt niet uit wat er boven de grond is. Het is vooral wat er in de grond steekt dat we willen hebben. Er wordt af en toe wel eens gezegd dat je niet te veel mocht eten van Oca du Pérou, van de knolletjes dus. Omdat de plant dus familie is van de klaverzuring. En die knolletjes bevatten dus oxaalzuur. Nu, oxaalzuur vinden we ook terug in rabarber. Na juni dan gaat de plant eigenlijk meer oxaalzuur gaan vormen. En dan zou dat in grote hoeveelheden schadelijk zijn. Nu, je gaat dat niet hebben van 1, 2, 3 en zelfs meerdere knolletjes. Maar je moet er toch mee oppassen dat je er geen kilo's van eet. Ik veronderstel dat dat ook niet het geval zal zijn. Het is geen een aardappel, maar een gewaarschuwd man is er 2 waard. De knolletjes, die mogen ook weer op een lichte plaat staan en het liefst ook in huis laten voorkiemen. Het is niet zo dat je ze gewoon buiten kunt planten of zo, want ze zijn echt wel vorstgevoelig en koudegevoelig ook. En dan zouden ze niet zo goed groeien. Dus ook weer op een licht plekje, in uw keuken of in uw living. Af en toe eens water geven, dat is ook een belangrijke, want ja, de knolletjes gaan niet groeien als ze geen water krijgen. Hè. Hoe vaak? Ongeveer 1 keer per week. Maar de gouden regel is ook weer 2 vingers een keer in de grond stoppen. Blijft er aarde aan de vingers kleven, dan is de grond in principe nat genoeg. Blijft er geen aarde aan de vingers kleven, dan zou je in principe water moeten geven. Trucje van Pepe. Voilà, dat was het al, hè. Een gigantische oogst zul je uiteindelijk niet moeten verwachten. Het is niet dat je er kilo's van oogst, maar wat dat je oogst is wel lekker en zeker de moeite waard om eens te proberen. En doe je met mij mee, laat het mij hieronder zeker weten. Ik ben benieuwd wat jullie van die verschillende bijzondere rassen vindt. Altijd fijn om te lezen. En wil je er meer over weten, ga dan nog naar angelodernie.be. Bedankt voor het kijken en tot de volgende.